We staan voor het Estadio Municipal de Mas Palomas. GDA net gespeeld tegen Sportclub Feyenoord. Efraïm, het was een leuke wedstrijd. Ja, zeker. Voor ons is het een nieuwe ervaring. Tegen Sportclub Feyenoord spelen, ook al is dat geen BVL, maar is toch altijd mooi meegenomen. Ja, en ik denk dat iedereen gewoon heeft genoten. Jammer van de laatste minuut tegengoal, maar ja, ja, hoort erbij. Ja. En jullie gingen beginnen, toen dacht iedereen van nou, het kan wel eens een telramp kunnen worden. Integendeel, jullie kwamen op voorsprong. We kwamen op voorsprong door Max van Kuijhoven. Die schoot hem lekker binnen. En daarna was het gewoon vasthouden en zorgen dat we gewoon compact gewoon blijven en geen tegengoal incasseren. Ja. Dat is wel jammer, want het tegendoelpunt wat je kreeg, de gelijkmaker, daaraan vooraf ging ook gewoon overtreding. Dat is wel jammer, ja. Maar ja, dat gebeurt gewoon, ja. Dan moet je gewoon door, ja, rugrechten en dan weer gewoon door. Goed, GDA, hard gewerkt, ook de tweede helft. Jullie probeerden in ieder geval dat gelijkspel vast te houden. Dat belooft wel zaak voor de tweede seizoenshelft. Ja, we houden dit zeker vast. We speelden al tegen BMT een goede wedstrijd voor de winterstop. En nu tegen Sportclub en vrijdag tegen ODB. We proberen die lijn alleen maar door te trekken omhoog. En we hopen dit ook mee te nemen naar de competitie. Goed, dan spelen jullie een oefenwedstrijd hier op Gran Canaria. En dan speel je tegen Feyenoord. Dat vind jij wel lekker natuurlijk, hè? Ja, mijn clubje. Wel geboren en getogen in Den Haag, maar Feyenoord is mijn clubje. Ja. Wat hou je nog achter je rug? De paantje. Sportclub staat erop, maar is ook meegenomen. Die neem ik mee naar huis. Dat is je gegund, want wat is toch wel lekker om tegen Feyenoord een keer zo'n wedstrijd te spelen? Ja, tuurlijk. Altijd mooi. Misschien mijn zesde wedstrijd, zevende. Ja. Heb je daar zin in op het trainingskamp? Ja, tuurlijk. Ik geniet elke dag. Altijd lachen, gieren, brullen. Ja. Dus, werk als er gevoetbald moet worden. Je bent net een beetje een prof een paar dagen. Ja, hoort erbij ook.